Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sim de Remus. Ja, ik ben Pat Wakker. Ik hoop dat jullie ook het uur hebben verzet. Als jullie het nog niet hebben gedaan, ja, dan zijn jullie al 2 dagen te laat. Hè. Ja, deze nacht is dat gebeurd, dus van zaterdag op zondag. Maar ja, jullie zien die vlog maandag. Dus dan zijn jullie toch ook al even al te laat. Ga me met de berekening. Wat we vandaag nog gaan doen, dat weten we nog niet. Het was wel deze nacht wel winderig. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik heb deze nacht ben ik wakker geworden. Ik heb mijn vliegerraam uit het raam gehaald. En dan, ja, verder geslopen. Ondertussen tijd heb ik ook al de afwas gedaan. Eerst gaan we naar de winkel toe. Dan zet ik, daarna zet ik de koffie op. Terwijl de koffie door het lopen is, ga ik de ontbijttafel klaarzetten. Voor te kunnen ontbijten of kunnen brunchen. Daarna, als de koffie door het lopen is en de tafel is gedekt, ga ik heel eventjes aan de computer kruipen. Ga ik mijn vlog ook al een klein stukje in elkaar steken. Tot misschien helemaal in elkaar steken. Ik hoop helemaal. Dat die tijdig toch nog online gaat geraken. Goed. Nu de volgende stap. Carrefour. Mini. Hier in Alken. Hallo kikkers. Jawel. We zijn hier aan de Maaskant aangekomen. Bij Dilsen Stokkum. We gaan hier de bergerven eens bezoeken. Een leuke wandeltasje. Van, iets, van een ietsjes meer van 8 of 9 kilometer. Want onze wandelroute die moet hier ergens beginnen. En we moeten de rode route volgen. Dus voor de veiligheid. Maar hier staan dus nergens geen infoborden. Jee. Dus we gaan al onmiddellijk kleur rood volgen. En dan gaan we het bezien. Tot straks allemaal. Jojo, veel kijkplezier. Mensen, dus daar zo, daar onderaan, daar ligt ook heel veel water. Dit dat. Maar daar gaan we ook wat, misschien nog wat zien. Want aan die kant moeten we zijn. Moeten we zijn. Onze wandelroute loopt daar ook langs, onze rode wandelroute. Dus dat gaat ook echt heel leuk zijn. En hier ietsjes verderop zie ik dat er een viswedstrijd bezig is. Dus dat is ook wel leuk. Zo met de maten eens gaan vissen. Oh ja, dat moet ik ook wel eens nog eens gaan doen. Maar ik heb geen visgrieven meer. Dat had ik vroeger wel, visgrief. Maar nu niet meer. Dat vind ik wel een klein beetje jammer. En wat ik vroeger ook heb gedaan, wat hier ook doorkomt op onze wandelroute, dat zijn paarden. Ja, ik heb vroeger ook paard gereden. Dus ik dacht, ik moet even goed nadenken. Het was Rasputin. Ja, daar heb ik op gereden. Toen ben ik er afgevallen, toen hem in één keer in galop ging. En ik zei, eerst ben ik er terug opgekropen. Dan, een paar maandjes later, hup, weer al, hup, weg en al. Heeft de wereld er van afgevallen. En dan ik er terug erop gekropen. Oké. Ja, toen wou ik er terug opkruipen, maar toen viel mijn mama er vanaf. Mijn mama was dan ook in intensieve zorg dan beland. Toen heb ik gezegd, ja, nooit meer. Voilà. Einde verhaal van paardrijden. Maar we gaan sowieso zelfs richting hieronder. Dus daar gaat onze rode route ook naartoe. Dus nog veel kijkplezier.
mensen, deze stuk, kijk eens rond mij. Deze stuk, dat doet me echt denken aan Jurassic Park. Wauw. Echt zo in een dal. En precies dat er dan zo vanachter, daar zo een D-Rex of iets tevoorschijn moet komen. Geweldig. Thank you.
Jullie hebben het hoogstwaarschijnlijk al opgemerkt dat mijn GoPro-beelden zijn opgehouden. Maar we zijn hier nog pal in het bos. Daar zien jullie. Dit is nu wel geen timelapse mountain meer. Kijk eens hoe laag, hoe hoog dat we eigenlijk zitten en hoe laag dat dat gaat. Ja, ja. Maar ja, de wandeling zit er toch zo goed als op. Ik hoop dat jullie ook weer al van de timelapse beelden hebben genoten. Hier in Dilsum-Stockum. We hebben ook... dankjewel maatje. Voor ook voor uw uithoudingsvermogen. Voor die afdalingen. Terug omhoog. Terug omlaag. Terug omhoog. Terug omlaag. Terug omhoog. Met mij mee te wandelen. Ja, ik heb ook al afgezien. Mensen. Ik ga ook heel blij zijn. Als ik aan mijn nattoekje ben. Echt waar. En dan mijn eerste taak als ik thuis aankom is mijn vlog al uploaden. En je ziet hier onze volgende pauke. Je ziet dat alle wandelroutes terug wat bij elkaar aan het komen zijn. Dus dat is heel goed. Nationaal Park Trail van de Hoge Kempen. Dat kun je hier dus ook doen. En dat is ook rechtdoor. Ik ben echt heel blij dat ik nog eens wat zuivere natuurlucht binnenkrijg in mijn lichaam. Alleen wat ik momenteel niet binnenkrijg in mijn lichaam is zonlicht, vitamine D. Maar dat maakt niet uit. We zitten hier goed pal in de natuur. Ik ben ervan aan het genieten. En kun je ook nog één ding iets zeggen, hè? Dat is niet gelogen. Echt waar, dat is echt niet gelogen. We hebben paddenstoelen tegengekomen die twee handen groot zijn. Twee handen. Dus hier zie je een kleintje. Dan moet je eens maal 10 doen. Zo groot waren die. Maal 10. Want ik en mijn maatje hebben gezegd van, amai man, waar zijn wij terecht in gekomen van de paddenstoelenwereld? Ja. Want ik ben nu ook een beetje zo de vlog in elkaar aan het lullen. Waarom? Om hopelijk toch nog zo'n hele grote paddenstoel ergens misschien nog wel te spotten. Maar ik ga het ervoor vrezen. Echt waar, ik ga het ervoor vrezen, want dat, ja, daar is ook nog maar een kleintje. Niet echt een grote, grote. Nee. Momenteel, jammer genoeg, zie ik er geen. Qua temperatuur is het hier, was het echt aangenaam om te wandelen. De wandelroute geef ik toch wel ook weer al een hele mooie 4 sterren. Goed rustig. En ik denk ook in de zomer dat ik ook hier heel veel vogeltjes hoort fluiten en al. Dus dat het ook hier aangenaam is om te wandelen. Ook als het herfst is, zit het hier ook wel echt heel mooi om te wandelen. Moet ik wel eerlijk toegeven. En ja. Ik dacht dat ik er spotte, maar dat waren geen paddenstoelen. Jongen, ik zie dat eens hier, hoeveel paddenstoelen. Wauw. Dat is toch veel, hè? En hier dan ook nog eens. Maar bij mijn GoPro.
Ja, ik hou mijn GoPro eigenlijk aan, maar ik kan die eigenlijk zo hup, sweepen naar onder toe. Dan weten ook de andere mensen als ze te voet langs mij komen. Ah, die is niet meer aan het filmen. Voilà. Maar ja, nu ben ik wel aan het filmen met mijn gsm. Dat mijn batterij plat is. Boef, sorry. Dan moet ik wel even verder op mijn gsm. En jawel mensen, als jullie het ook goed zien. Er komen gaten in de wolkendek. Dus dat betekent ook dat het gaat opklaren. Maar ja, voor ons boeit dat dus niet meer. Want wij hebben het bijna gedaan met onze wandeling. Shit happens. Allee mannetjes. Ik ben mijn vlog echt zo fel aan elkaar aan het lullen. Echt aan het lullen. Want ik wil ook nog zo'n hele grote paddenstoel ontdekken. En dat ook aan jullie laten zien. Maar bij deze spot ik er geen meer. En het is ook goed modderig. Goed modderig. Wauw. Voilà, we komen weer al aan ons volgende paaltje. En die paaltje gaat ons opnieuw de weg aantonen van hoe we moeten wandelen. Dus dat paaltje zegt van, je moet rechtdoor wandelen. Voilà, we kunnen niet anders. Rechtdoor. En ik ga nog het laatste kleine stukje nog aan de kanderen wat praten. Nee, ik zie hier ook nergens geen mega paddenstoelen. Nee. Jammer. Dat vind ik wel eens echt eens jammer. Wel, heel mooi zo van die paarse paddenstoeltjes. Dat wel. Allee mensen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Tot later. Zo, hier bij de vijver of kanaal. Of meer. Nemen we afscheid hier. In Dilsum Stockholm. Ja, broep, broep. Ik weet dat we nu van de wandelroute weg aan het gaan zijn, want die ligt achter ons. Nu moeten we nog altijd een klein beetje onze beentjes gebruiken om tot bij onze wagen te gaan. En wat je daar ziet, dat is eigenlijk een eiland. Een hele mini-eilandje met ook al een paar inwoners, waar een paar vakantiewoningen, chaletjes, noem maar op, bungalowjes. Woe! En ik ben blij dat ik zo beet aan mijn wagen ben. Ik ben blij dat ik toch nog eens een goede helse wandeling heb gedaan. Is mijn haren nog wat nat? Ja, mijn haren zijn nog wat vochtig. Dat maakt niet veel uit. Ben ik blij om. Ook een goede verfrissing gehad van de regen. En nu, sabiet. Weer al onderweg naar mijn appartementje thuis toe. Daar lekker hotdogs eten. Jawel, jullie horen het goed. Hotdogs, hete hond. En dan gaan we nog zien wat we nog gaan doen. Ik weet het nog niet. Maar ik hoop dat jullie al hebben genoten al van deze vlog. Ik hoop ook oprecht dat ik terug wat naar de goede kant uit bezig ben, ook met mijn vlogs en al. Jullie moeten het maar laten weten in de comments. Voilà. Laat het weten in de comments. En dan... Is die dan nu juist een rondje gedraaid? Oké. Dus ja, je ziet Ginder, die bunker. Daar tegenover de bunker, daar staat dus dan onze wagen. Dus dat is nog een klein stukje wandelen. En dan hier, ik ga nu dus echt een minuut nemen om alle afbeeldingen te laten zien van de wandeling. Dus vanaf nu. Nu zie je het hier in deze hoek allemaal de informatie voorbij komen wat we hebben gewandeld.
een minuut lang. Dus ik ga ook kijken hoe lang dat ik het moet coderen ook nog van qua seconden en al dat echt alles er ook op staat. Laat het echt ook in de comments weten hoe wij hebben gewandeld. Voilà, dat was dus een goed dik minuutje van de informatie van deze wandeling wat we hebben gedaan. Dus ja, einde van de wandeling maak ik wat paar screenshots van Pijzer de stappenteller. En onderaan de comments, daar staat dus ook een Pijzer link. Dus sluit u aan in mijn groep en volg mijn wandelingen, wat ik altijd doe. Dus daar komen ook alle informatie ook op te staan. Punt. Voilà. Hoe gemakkelijker kun je het nog hebben. Oei. Oei, oei, oei. Ik heb een klimmetje gelogen. Ik ga even mij verbeteren. We zijn aan die bunker. Nee. Ja, het is een klein beetje verder. Het is een klein beetje verder dat de wagen staat. En dat we dat ook kunnen instappen in de wagen. Oh mannetjes. Mijn jas. Die is gewoon al terug droog. Behalve dit hier. Dit is wel nog nat. Vochtig. Ach ja. Het zag ook wel zo schoon. Zo'n eilandje. Oh. Dag eentjes. Alles goed. Ja, jullie worden ook beroemd. Ach ja. Ik ben blij. Is het hier dat we staan? Yes, toch wel. Toch wel. Kijk eens. De bunker. En daar staat toch wel mijn boeletje. Voilà, we zijn aangekomen. Heel veel bedankt om naar deze vlog te kijken, bedoel wandelvlogstuk. Wie weet komt er nog wat aan geknabbeld, ik weet het nog niet. Dus we zien elkaar nog weer al straks terug. Yo, het is 5 uur 's avonds. Het gaat me echt vandaag niet meer. Ik ben echt killed door die wandeling wat we hebben gemaakt, wat jullie hebben gezien in mijn GoPro beelden. Dus ja, ik doe dus dit altijd aan, dus ik ga het jullie laten zien, zonder dat die kabel hierop. Dus ja, dit heb ik dan altijd aan voor te filmen. Dus, wacht hè. Even de goeie steken. Ja, ja, ja. Voilà. En zo heb ik hem dan aan. En zo zit hem dan continu te filmen. Jawel, met die dingetjes wel rond mij en al. Ik ga, wat ik nu nog ga doen, dat is, ja, Stuk TV heeft geüpload. Wat ik wel... Ah, mijn wekker heeft zich niet goed gezet. Dat al, het is al 6 uur, dat kan... Dat kan toch niet dat het 6 uur is, dus wat moet ik nu doen? Ik trek dus mijn radio uit. Voilà, bij deze. Dan wacht ik een paar seconden. En dan, wow, laat ik mijn dingen vallen. En dan is hem sowieso al lang genoeg uit geweest. Dan steek ik hem terug in. Dan gaat hem beginnen te zoeken. En dan gaat hem ook nog beginnen te renderen. Ik ga nu mijn GoPro terug opladen. Ook gebeuren vanmorgen. Ik ga mijn gsm ook leegmaken en dan zal ik ervan ook mijn vlog in elkaar steken. Of al, nee, dat ga ik morgen doen. Morgen vroeg ga ik dat doen. Als, dat is mijn eerste taak als ik wakker ben.
mijn vlog in elkaar steken en dan hopen dat hem dan te goed heeft in elkaar gestoken. Ik hoop dat het ook leuke reacties zijn opgekomen op mijn vorige vlog. Ik hoop dat gewoon oprecht en al. Want ik steek er nu wel iets meer tijd ook in. Want je moet denken. Mijn GoPro, beelden, die filmt goed. Die filmt niet direct in spiegelbeeld. Dit wat ik nu op aan het nemen ben, dus deze beelden, die zijn wel al eerst in spiegelbeeld. Dus dan gaat je bijvoorbeeld, dus als ik het niet ga draaien, Psycho TV, dus andersom zien. Dus een spiegelbeeld. Dus ik moet deze videofragmenten ook nog eerst allemaal één voor één draaien. En dan pas kan ik mijn vlog dus echt definitief in elkaar steken. En soms, bijvoorbeeld sommige fragmenten die ik maar 7 minuten of 8 minuten heb gefilmd met mijn gsm. Ja, daar zit je al direct met een half uur tot 3 kwartier zoet mee. Om die beelden te laten, gewoon alleen maar te laten draaien. Dan zit die nog niet in mijn vlog, hè. In mijn hoofdvlog. Dus daar komt er heel erg veel bij kijken. Dus ik doe nu al meer moeite dan echt waar vroeger terug. Dus ik probeer het vol te houden. Ik probeer het gewoon. Ik doe ook mijn uiterste, mijn best en al. En dan zien we wel hoe het in de toekomst gaat vorderen. Voilà. Ik ga mijn vlog hierbij afsluiten. Ik hoop oprecht dat jullie hebben genoten van deze vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En nu kabelke nemen. GoPro'ke terug wat hier is demonteren en dan opladen. En ook de videobestanden afhalen. Ja, eraf hè, van mijn GoPro. Dus ik zie jullie allemaal morgen in ieder geval de 10 kansen terug. Tot later. Ah ja, morgen is de QQQ.